In het publieke debat met welke maatregelen we corona onder controle kunnen krijgen, komt ook regelmatig het goed ventileren van de binnenruimte voorbij. Volgens Eliane Goeri, oprichter en CEO van het bedrijf VFA Solutions, is de corona-uitbraak een wake-up call. We doen volgens haar te weinig aan het gezond maken en houden van het binnenklimaat van gebouwen. Het systeem dat dit Schiedamse bedrijf heeft ontwikkeld ontdoet ventilatielucht van ziekteverwekkers. Ja, en welkom Eliane Goeri. Zo spreken we die naam uit. Even voor de beeldvorming. Jij komt van origine uit Israël, hè? Ja, dus vandaar. Zit hier een toekomstig miljonair tegenover mij, omdat hij het zo ontzettend druk heeft en dat hij de orders niet aan kan, omdat er zoveel behoefte is aan het ventileren van lucht en het virussen uit de lucht halen? Hopelijk, maar dat is niet de reden waarom we het voor doen. We doen het eigenlijk letterlijk voor de welzijn van de mens. Mens, dier en milieu eigenlijk. Dat is wel mijn persoonlijke drive eerst, ja. Voor het geld. Jullie vangen stikstof, jullie vangen virussen uit de lucht en dat doen jullie door middel van ionisatie. Hè? Het is elektrostatisch filtratie in feite. Dus we gebruiken wel ionisatie, maar het is gesloten en gecontroleerde ionisatie. Wat je eigenlijk wel doet, je zaagt wel de lucht met alle troep die erin. Je geeft het wel een elektrisch pols, je geeft het een elektrische lading. Dan net als dat ballon, die wrijf je tegen je kleren en dan wordt hij statisch. Ja. En daarna vangen we het gelijk echt binnen in het systeem. Dus je vangt het eigenlijk op een speciale, op een structuur, statisch filter. Dus je ioniseert en je vangt in één systeem. En door het te ioniseren dood je ook de virussen en de bacteriën ook gelijktijdig. Het lijkt het ei van Columbus. Ik neem aan dat dit inmiddels overal hangt in ziekenhuizen, scholen. Correct. Ziekenhuizen, scholen, kantoren, kinderdagverblijf, maar ook de industrie, distributiehallen. Dus of het kleine of grote faciliteiten, maakt het niet uit. Dat zit ook gewoon zelfs bij consumenten, voor astmatische of met de COPD, maar ook gewoon het is voor iedereen. Want fijnstof is ook een heel belangrijk onderwerp. En dat krijg je van de roet en alles van de verkeeremissie, maar ook van de houtkachels. Dus het is een heel relevant onderwerp, niet enkel alleen voor de virussen. Maar we ademen zoveel en er zit zoveel troep in het. En niet enkel virussen en fijnstof, maar stikstof en andere gassen ook. Ja, wat is nou het grote verschil met andere ventilatiesystemen? Nou, dit is in feite het filtratie- en reinigingprincipe. En met ventilatie krijgt u eigenlijk gewoon verse lucht van buiten. En dat heeft u wel zeker nodig voor lage CO2, voor je comfort en om het te ademen. Maar wat we zeggen, alleen ventileren zal niet voldoende zijn. Want je krijgt nog steeds niet super schone lucht van buiten. En wij zijn de hoofdzakelijke bronnen. De besmettingsrisico binnen is veel hoger dan buiten. Dat betekent wij emitteren hier binnen heel veel dingen. Dan moet je het wel binnen bij de bron ook opvangen. Ja. Helpt dit, laten we zeggen, want we zitten allemaal nog steeds in een lockdown en we mogen bijna niet naar school of naar werk en noem maar op. Als iedereen nu dat systeem zou aanschaffen wat jullie hebben bedacht, krijgen we dan meer vrijheid? Dat is wel precies wat we geloven en wat wij heel graag beweren en aantonen, maar ook gewoon voor wel streven naar hem om dat toe te lichten. Maar gebeurt het ook? Wat meten jullie dan de effecten? Ik bedoel, je bent in een ziekenhuis, je hangt dat systeem daarop. Ja. En dan meten jullie ook uiteindelijk de luchtkwaliteit. Ja, kijk, virussen in feite zijn niks anders dan een deeltje, maar het is een levende deeltje. Nou, alle deeltjes in iedere vorm, levend of dood of vaststof en fijnstof, die wordt gewoon in het systeem afgevangen. En virussen kunnen nooit alleen vliegen. Die zitten altijd op een fijnstof, op een andere bacterie of samengeklonterd of op een druppeltje. Als je die uit de lucht haalt, dan heb je eigenlijk de besmettingsrisico flink omlaag gedrukt. Maar flink, wat is flink? 100%? 100% kan je niet, want je bent altijd in continu bron, maar aanzienlijk. Namelijk eigenlijk, je wordt niet besmet door één virusdeeltje te ademen. Je hebt een bepaalde dosis die je moet ademen om ziek te worden. Maar die kan je wel zo laag verdringen, dat je eigenlijk gewoon het besmettingsrisico aanzienlijk gewoon wel verlaagt. En daar zijn heel veel besmettingsrisicomodellen die je kan gebruiken van hoe schoon is de lucht dat dit veilig is. En dat halen we wel. Ja.
wordt het veel nu toegepast? Ik bedoel, hebben jullie het heel druk op dit moment? Ja. Staat de telefoon rood gloeiend? Ja, ja, inderdaad wel. Moet ik wel even eerlijk zeggen, eigenlijk na de tweede lockdown, eigenlijk gewoon eind januari, is wat minder in Nederland, want iedereen let op de centjes ook. In het buitenland gaat wel even veel meer. En de reden is dat de hele wereld is wel goed bezig met maatregelen die betreft echt de luchtkwaliteit. En helaas, Nederland blijven we achter. Hoe komt dat? Misschien te politiek gevoelig. En ja, we hanteren nog niet echt gewoon hard genoeg eisen. Je zag het eigenlijk gewoon heel veel gesprekken over fijnstof en virussen en luchtkwaliteit en ventileren. Wordt eigenlijk heel erg gedrukt, helaas. Door wie dan? RIVM wil nog niet toekennen dat aerosolen en fijne deeltjes en kleine druppeltjes gaan verder dan de 1,5 meter. Dus we houden vast aan de 1,5 meter en een mondkapje. Maar in feite, de kleine deeltjes gaan veel en veel verder dan de 1,5 meter. Die moeten we wel zeker afvangen, want virus is super, super klein. Die vang je niet binnen 1,5 meter. Dus... Hebben jullie het RIVM al uitgenodigd bij jullie op bedrijf om te laten zien van nou, dit hebben wij bedacht. Want volgens mij is het een unieke vinding wat jullie hebben. Ja. Dat je kunt zeggen, nou kijk, dit is het systeem, dit is het effect, dus kom maar door. Ik denk, ze zijn wel terughoudend, het RIVM, doordat op dit moment iedere koekelbakker om de hoek denkt dat hij eigenlijk een luchtreiniger, goede luchtreiniger kan aanbieden. En dan is het wel eigenlijk gewoon voor een risico van schijnveiligheid. En hoe weten ze dat jij geen koekenbakker bent dan? Wij bestaan al vanaf 2007 met de naam Virus Free Air eigenlijk. We zijn begonnen als de spinner van die TU Delft. Wij tonen het aan. We meten altijd. We verkopen geen dozen. We verkopen oplossingen. We meten daarvoor. We installeren en daarna valideren. En je ziet het effect. Ja. En dat bedrijf zit zomaar in Schiedam. Heerlijk, hè? Hoe ben je hier terecht gekomen? Want je komt niet uit Schiedam. Maar nee. Waarom heb je hier gevestigd eigenlijk? Ik begon als in IS Delft eigenlijk, als spin-off van de TU Delft. En in 2004, begin 2005, hebben wij een samenwerking begonnen met Ito Daalderop hier in Schiedam. En toen was het logisch om eigenlijk te verhuizen in hetzelfde pand. Ja, dus... je zegt, we leveren hier toch, klanten weten ons inmiddels te vinden. Ziekenhuizen, scholen, bedrijven, ja. Noem maar op. In Nederland, maar ook in het buitenland, zeg je. Wat is een ja. grote. Welk buitenland heeft vooral belangstelling? Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Israël, Amerika. Zit wel echt gewoon wel echt breed. Echt internationaal op dit moment. En dat is wel heel fijn. Maar je ziet, daar is de aandacht. Er worden echt werkelijk vanuit de overheid, vanuit het ministerie van Gezondheid, echt maatregelen genomen en aangekondigd om hoe goed te ventileren en dat je wel luchtreiniger moet passen. Zijn jullie wereldwijd de enige die dit systeem neerzetten dan? Onze systeem en onze techniek en eigenlijk hoe je het ionisatie en elektrostatie veilig toepast, ja. Daar ga ik gewoon zeggen van ja, er zijn wel een x-aantal andere mogelijkheden, maar het is net andere techniek. Zijn er grote multinationals die dit ook zien, wat jij nu doet, die denken dat is interessant, dat gaan we kopen, dat bedrijf? Staan we, to be honest, nu nog niet echt voor open. Jullie niet of die bedrijven niet? Wij niet. Want jullie hebben het nog veel te veel naar je zin om dit gewoon goed uit te rollen. Nee, niet zozeer. Wij willen eigenlijk niet focussen op één sector. We hanteren eigenlijk breed, want we willen eigenlijk clean air everywhere. En om everywhere te kunnen wil ik niet focussen dat het enkel voor consumentenproducten of enkel voor de zorg. Wij zoeken partners, echt gewoon ook de multinationals van harte welkom om samen te werken. Dat ze pakken bepaalde sectoren of bepaalde niches of bepaalde geografische landen. Maar ik wil niet limiteren enkel voor bepaalde sectoren. Nou, ben ik inwoner van Schiedam en ik zit naar dit programma te kijken en denk, dat wil ik thuis ook hebben. Kan dat? Absoluut. Hoe kom ik er dan aan zonder reclame te maken? Maar moet je dan op jullie website kijken? Jullie leveren ook aan consumenten. Correct. Correct. En als wij het niet doen, dan werken we eigenlijk met heel veel distributeurs en samenwerkingspartijen. Dus dan kom je wel even aan. Ja. Geen enkele probleem. Waar zou je nou het liefste willen leveren? Waar je zegt, nou, dan kan ik echt laten zien aan Nederland en misschien wel aan de rest van de wereld. Kijk, als je het zo uitrolt, een groot project, dan werkt dat. Nou, een ziekenhuis is voor mij altijd cruciaal. Het is ook gewoon voor mij heel persoonlijk heel belangrijk. Vanwege dat het gewoon een gebouw waar alle ziektes van de hele wereld komt onder één dak. En het risico van besmetting en kruisbesmetting is heel hoog. Maar andere faciliteiten zoals scholen, zoals echt de middelbare scholen, dat eigenlijk gewoon van de situatie terugkomt. Maar event venues, sportscholen, zo belangrijk.
alles zit wel pot dicht voor. Niet per se eigenlijk gewoon voor wel met. Ja. Heeft een reden, maar het kan anders. Ja, dus als middelbare scholen of universiteiten of hogescholen zeggen, kom maar door met dat systeem, dan zouden ze open kunnen. Ja. De horeca zou misschien ook daar een oplossing absoluut voor zijn. Absoluut. Restaurants misschien, kappers. Absoluut. Absoluut. In feite, het is letterlijk clean air everywhere. Het is voor iedereen van toepassing. Ja. En we kijken naar op basis van de layout aan de toepassing van het gebouw, gebruiksfunctie van het gebouw, gaan we gewoon voor de juiste oplossing. Want het is niet één model die we bieden, maar het is een heel brede scala van type producten. Typische Nederlandse vraag. Stel je voor, ik ben directeur van een school en ik heb 12 lokalen en ik wil in ieder lokaal in het hele gebouw dat systeem van jullie hebben. Wat gaat me dan dat kosten? Even over de duim. De hand van, ga je luchtreiniging lokaal per klaslokaal of ga je het gewoon voor centraal aanpakken? Wat jij zou adviseren? Ik zou hoe dan ook eigenlijk voor scholen. Dus ik wil een combinatie van fatsoenlijk ventileren en niet enkel op bouwbesluit, maar echt scherper gaan eigenlijk aan een scherper niveau. Gaan met de fatsoenlijke luchtreiniging, dan ja, moet ik wel inschatten, een paar ton. Een paar ton. Een paar ton met het ventilatiesysteem. Ja, als je enkel voor luchtreiniger dan een ton. Is dat 3-4 of is dat, waar moet ik ongeveer aan denken? Met de hele luchtbehandelingkast, ja. Dan nemen we ook gelijk gewoon voor ventilatie en koeling en alles. Ja, dan zit je eigenlijk, ja, kijk even schat, de 3 ton. Ik ben niet de leverancier van luchtbehandelingkast, maar daar werk ik wel ook met. Maar dat is dan grootschalig. Stel je voor, ik woon in Schiedam, ik heb een huis met 2-3 verdiepingen. En ik zou dat in ieder geval ook in de woonkamer en in mijn werkkamer willen hebben. Ja, dan zit je tussen 2.000 en 4.000 euro eigenlijk en dat zit. En hoe lang gaat dat mee? Minstens 10 jaar. En moet ik dat dan steeds zelf vervangen en reinigen en noem het dan maar op? Ja, er moet eigenlijk een heel klein, echt letterlijk neemt 2 minuten in beslag. Die collector, de filter vervangen in feite en dat zit. Ja. En dat doe je gewoon 1 keer per 6 maanden of 6 tot 12 maanden. Ja. Even voor de goede orde, jij bent niet tegen de maatregelen die allemaal genomen worden. Hè? Dus de afstand en noem maar op, de social distancing, daar moeten we vooral mee rijden. Maar dit zou een hele goede aanvulling zijn. En dit zou een opening zijn voor meer vrijheid dus. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Absoluut. We praten over gezondheid en één belangrijkste ding van gezondheid is lucht. Je kan niet leven zonder 5 minuten te ademen. Dus je moet doorademen en we willen dat je ademt schone lucht eigenlijk. Dus ja, en als die lucht schoon is, de risico van besmetting is kleiner, dan geef je meer vrijheid. Ja. Wat wil je graag binnen nu en een jaar bereikt hebben? Heel graag eigenlijk onze systemen en iedere sector eigenlijk zien en dat het wil voorgeschreven worden als een maatregel. Bij wie zou je in Schiedam het liefst je systeem installeren? Begin ik wel bij sportscholen eerlijk en scholen, echt middelbare scholen. Want de jeugd is heel belangrijk dat ze hun leven eigenlijk terugkrijgen. En sporten, dat is eigenlijk gewoon van wel gezond blijven ook. En die zorginstellingen, echt bejaarden te huizen met name. Okay. Echt verzorging te huizen. Wens je veel succes, we blijven je natuurlijk uiteraard volgen.